Het is voor jou als ondernemer van belang om jezelf online te profileren voor toekomstige opdrachtgevers of voor toekomstige collega's. Maar hoe doe je dat nou op een goede manier? Dat leg ik je uit in deze video. Mijn naam is Ronnie Overgoor en ik zit hier in mijn eigen YouTube en podcast studio. In het dagelijks leven ben ik dagvoorzitter van zakelijke evenementen. Ik doe zo'n 50, 60 evenementen per jaar. En daar heb ik geleerd om met ondernemers te praten, om interviews en paneldiscussies te voeren met ondernemers. En wat mij is opgevallen in al die jaren, is dat bijna elke ondernemer, zodra ik hem interview op een podium, met passie praat over zijn bedrijf. Of het nou een ZZP'er is, of het is een MKB-ondernemer of het is zeg maar een directielid van een groot bedrijf. Iedereen praat met passie over het bedrijf, waarom ze het hebben opgericht, wat de visie erachter is, wat de lessen zijn die ze geleerd hebben. Maar als ik vandaag de dag ondernemers zoek, en of ik nou een potentiële klant ben of ik ben een potentiële collega en ik zoek zo'n ondernemer, dan vind ik die passie vaak niet terug. Dan vind ik een redelijk droog LinkedIn-profiel. Ik vind misschien wat nieuwsartikelen. Ik kan eens op een sociaal mediakanaal langs de sociale mediakanalen kijken wat daar allemaal te zien is. Maar vandaag de dag is het steeds belangrijker om in geluid en beeld te praten. Dat weten we allemaal. En niet voor niks dat YouTube een superbelangrijke zoekmachine is naast Google. En sterker nog, de YouTube-resultaten zijn steeds vaker te zien in Google. We zien steeds vaker op de Google-resultatenpagina YouTube-video's verschijnen. En ook de opkomst van podcasts, die is natuurlijk niet meer te missen. En daar kom ik in beeld. Ik heb een YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers. Dat heet 7DTV. Daar staan inmiddels meer dan 1000 gesprekken met ondernemers op. En elke week komen er daar 2 bij. Dat is lekker, want ik heb mijn eigen studio. Dus ik kan het ook super makkelijk doen. En aan de ene kant is dat vrij werk. Hè. Ik kom wel eens ondernemers tegen dat ik denk, hey, die moet ik spreken. En daar wil ik absoluut een videoportret van maken. Maar ik doe dat ook in opdracht voor jou als ondernemer. Wat betekent dat concreet? Dat betekent concreet dat ik jou interview. Ik heb de studio, dus ik regel de complete productie voor je. Ik publiceer het op mijn 7D-kanaal. En op 7D-TV hebben we echt een heel gericht bereik in zakelijk Nederland. En je hebt het recht om dat videoportret, want daarom wil je hem uiteindelijk natuurlijk ook, om die zelf te gebruiken op je eigen kanaal, op je social media kanalen, op je website, op je LinkedIn-profiel, noem maar op. En het leuke van die 7D-TV-video's is dat die het super goed doen in de zoekresultaten. Dus als mensen dan bedrijven, klanten, collega's, als die gaan zoeken op jouw bedrijf of op jouw naam, dan gaat die video, die gaat echt heel hoog komen in de resultaten. En dat pakket is voor heel veel ondernemers interessant, want als je dat allemaal zelf moet regelen, dat is nog best lastig. Een goede interviewer vinden, een professionele studio waardoor het er tof uitziet en dan ook nog het publiceren. Heel veel ondernemers en bedrijven hebben geen YouTube-kanaal of hebben het niet fatsoenlijk ingericht. Nou, al die aspecten, die heb ik ingeregeld met mijn YouTube en podcastkanaal 7DTV. Nou, als jij nou als ondernemer zit te kijken en je denkt, Flip, dat is voor mij boeiend. Dat lijkt mij super tof. En ik wil heel graag mijn ondernemersverhaal eens op een goede manier in een video en dus ook in een podcast kwijt. Nou, dan ontvang ik je van harte in mijn studio, zoals ik hier nu zit in mijn eentje. Zie ik jou heel graag daar aan de overkant zitten als mijn gast. Vind je dat nou wat? En denk je van, hey, dat is voor mij wel interessant. Klik dan hierboven op de link voor meer informatie of onder in de beschrijving van deze video. Daar vind je alle informatie met alle links en de contactgegevens van mij. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En als je geïnteresseerd bent in ondernemerschap, blijf even hangen. Hierna 2 interviews van mijn kanaal met 2 superboeiende ondernemers. Hoi! We'll be right back.